meisjes, welkom bij deze video. Jongens, ik heb een pakketje en dat is iets heel moois, namelijk een microfoontje. We gaan hem dus eventjes unboxen, mensen. Dit is de eerste unboxing video die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Dus we gaan eens even kijken hoe dit ding überhaupt open moet, want volgens mij gewoon hier. Ja hoor, mensen. Daar is hij dan. Een mooi microfoontje. We gaan hem eens eventjes uitpakken. Dus hij zit in een mooi koffertje. Nou, mensen. Eerst het schuim er maar eens af. Wauw! Wat een mooi koffertje. Hij ziet er echt serieus prachtig uit. Gaan we maar eens even losmaken. En eens even zien wat erin zit. Komt hij, dames en heren. Holy shit, dat ziet er goed uit. Popfilter inside, oké. Dan gaan we eens even kijken. Nou, een mooie shockfilter, zodat hij niet geluiden opvangt als ik een keertje verlies met FIFA en op de tafel ram. Oh, dit vind ik ook prachtig. Hoe maak ik dit open? Zo, kijk eens aan. Dit is mooi. Dit vind ik leuk om te hebben. Ik weet niet of ik hem ga gebruiken, maar goed. Een USB-kabeltje uiteraard. Want ja, anders kan je hem natuurlijk helemaal niet inpluggen. Oh, er zit zo'n lekker draadje omheen. Tadaa! Nou, geweldig. Fijn om te hebben. En daar is hij dan hoor. De Finny himself. Wauw. Wauw. Kijk mensen, daar is hij dan. Prachtig. Goeie. Oh wacht, daar is dat ding. Ja. Kijk hem mooi zijn. Dames en heren, welkom. Wat is daarop uw antwoord? Uitstekend. En dan is hier het prachtige popfilter. Wauw! Mooi. Die moet er natuurlijk aan vast komen te zitten. En dan miste ik natuurlijk nog één ding. En dat is deze unit. Nou, koffietje kan ondertussen wel aan de kant. Ik denk dat ik wel weet hoe ik hem moet gaan in elkaar zetten. Ik heb in ieder geval dit ding al. Nou, wat een rotzooi hier zo. Goed, daar zet ik dan gewoon dit ding in. Even een klein draaiwerkje. Dan zetten we daar de shockfilter. En dan kan deze er zo, als het goed is, mooi in. Oh, kijk hem shinen. Ik haal de filter er even, of de filter, de windkap er even vanaf. Oh, kijk hoe mooi. Ik dacht echt dat die veel te groot zou zijn voor mijn bureau. Dus dat ik ja, eigenlijk gewoon zelf dan niet meer te zien zou zijn. Maar dat valt wel mee. Dan zetten we nu deze er maar eens op. Oh, ik ben trouwens nog helemaal vergeten te zeggen. Maar dit is de Trust Emita USB. Maar ja, dat hadden jullie vast ook al wel in de titel gelezen. Nou, dit is hem dan, jongens. Mooi microfoontje. Ja, die staat hier wel lekker hoor. Mooi. Dit ziet echt leuk uit. Maar ja, daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om de kwaliteit ervan. En dat gaan we dan nu maar eens even uitproberen, mensen. Dit is uiteraard even een testje voor deze unboxing video. Hoe het klinkt als ik er een plopkap overheen heb. Ik ben zelf ook echt heel erg benieuwd hoe het klinkt met deze microfoon voor me. We zullen maar zien. Nu ga ik eens even proberen met allebei ervoor. Nu heb ik dus allebei ervoor. Ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat dit geweldig klinkt. Maar we zullen wel zien hoe het klinkt. En nu haal ik deze er weer af. En heb ik deze er alleen voor. En nu heb ik helemaal niks ervoor. Dus we zullen zien hoe dit klinkt. Tijdens opnames ook. En ik ben er echt ontzettend blij mee. Voor nu hou ik hem even met deze ervoor, want dat lijkt me toch wel echt het beste. Maar goed mensen, vonden jullie deze video nou leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan kun je in de komende video's uiteraard deze microfoon tegenkomen. Ik ben er echt ontzettend blij mee. En ik hoop dat jullie het ook een beetje goed vinden klinken. En als dat niet zo is, ja, dat is dan jammer. Want ik vind hem wel goed klinken. Maar goed, abonneer en like deze video. En dan hoop ik jullie volgende keer weer terug te zien. Joejoe!